De gemeente Eindhoven heeft als eerste in Nederland een pedofiel de toegang tot de gemeente ontzegd. De man heeft zijn straf uitgezeten, maar krijgt van de stad geen huurhuis. Verslaggever Rogier van Zon staat voor het stadhuis in Eindhoven. Ja, Rogier, waarom mag deze man de stad Eindhoven niet meer in? Nou, burgemeester Van Gijzel is bang voor wraakacties en voor verstoring van de openbare orde. En daarom heeft hij de gemeentewet erbij gepakt. En die zegt dat hij, als de verstoring van de openbare orde dreigt, dat kan voorkomen. En daar heeft hij dus de bevoegdheid voor om dat te doen. Deze man had gerust Eindhoven in kunnen komen op basis van een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat hij in bepaalde wijken niet meer zou komen. Dat hij zich niet zou begeven in de buurt van basisscholen of zwembaden bijvoorbeeld. Dat hij een enkel bandje zou dragen, zodat ze constant zouden weten waar die man zou uithangen. Dat hij publiciteit niet zou zoeken. Maar deze man heeft gezegd, daar werk ik niet aan mee. En toen heeft de burgemeester gezegd, dan kom jij mijn stad niet in. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Dat mensen iets hebben, ja, als ik die man dus tegenkom, hè, ze zullen hem misschien niet opzoeken, maar als ik hem tegenkom, dan kan dat toch heel vervelend zijn. Nou, dat moet niet gebeuren, want ook deze man moet op zichzelf gewoon kunnen leven als hij zich gewoon gedraagt. Maar om dat te kunnen waarborgen, moeten we wel aanvullende maatregelen treffen en afspraken maken. Gaat u nou op de stoel van de rechter zitten? Ja, een beetje in die zin dat ik niet een oordeel uitspreek over de straf en dat soort dingen. Maar wel dat ik rekening hou met de openbare orde aspect. Ik heb te maken hier met iemand die geen spijt heeft van zijn daden. Die daar uitdrukkelijk in het openbaar ook zegt dat hij daar geen spijt van heeft. Die het vergoelijkt en bagatelliseert. Die veelvuldig in de fout gegaan is. En die zich niet wil houden, niet wil binden aan afspraken met de gemeente Eindhoven. Ja, Rogier, om wat voor man gaat het eigenlijk? Het gaat om een man van in de 60 en ja, die al heel lang pedofiel is. Hij is in de jaren 70 was hij al betrapt op pedofiele activiteiten. In de jaren 80 heeft hij er zelfs een boek over geschreven met de naam, met de titel Wat doe jij met mijn kind? Nou, daar vinden we wel redelijk heftige teksten in. Dat ouders kinderen bij hem weghouden omdat ze jaloers zijn. En dat hij liefde kan geven die de ouders niet kunnen geven. Dat soort teksten. Deze man is ook verbonden aan de stichting Martijn, waarbij mensen openlijk uitkomen voor een pedofilie. In 1988 heeft hij een jaar moeten zitten omdat hij betrapt was op ontucht. En in 2006, 2007 heeft hij 4 jongetjes misbruikt. Dat waren jongetjes van een jaar of 9, 10 bij de voetbalvereniging. Nou, hij was daar begeleider en af en toe hadden ze een uitje bij het zwembad. En daar vonden die handelingen dan plaats. In de wijk Woensdagse Watermolen, waar de man woonde, kwam het nieuws toen heel erg hard aan. In 2007 stuurde onbekende een brief aan alle bewoners van de wijk Woenselse Watermolen om hen te waarschuwen voor een pedofiel in de wijk. In de brief werd de man met naam en toenaam genoemd. De woning van de man moest toen ontgelden. Ramen en deuren werden ingetrapt en er werd zelfs brand gesticht. Bewoners reageren verdeeld op het nieuws dat de man wil terugkeren. De burgemeester is bang voor verstoring van de openbare orde. Ja, dat kan, dat hij daar bang voor is. En dan kan ik me voorstellen dat je zo'n besluit neemt van ik wil geen verstoring van de openbare orde. Dus die pedofiel die gaat maar ergens anders wonen. Waar dan vervolgens natuurlijk ook de openbare orde verstoord wordt. En zo leven we allemaal in ons eigen kleine wereldje. Ja. Ja, ook de burgemeester natuurlijk. En ik ook. En de pedofiel waarschijnlijk ook. Ik vind het zo moeilijk, ook voor die man. Ik weet ook niet of hij weer in verval raakt. Maar al het huis wat hij heeft gewoond, daar kan hij sowieso niet in terug. Want dat is verkocht. Dus als je hier in de buurt komt, dan word ik extra alert. Want ik heb ook 3 kleinkinderen die hier dus ook veel spelen. Klinkt lullig, ja, maar het is wel zo. Ja, Rogier, als die man nou per se terug wil, hè, wat gebeurt er dan? Ja, dan heeft hij wel een probleem. Hij heeft zijn celstraf inmiddels uitgezeten. Hij zou 5 jaar onder toezicht van cassatie van de reclassering komen te staan. Daar is hij tegen in beroep gegaan. Dat vecht hij nou aan. Zolang daar geen uitspraak in is gekomen, mag hij gaan en staan waar hij wil. Maar de burgemeester zegt, Eindhoven, daar heb je niks te zoeken. Daar hoef je niet te komen. Nee, dat kan dus niet, want dan wordt hij gearresteerd. Hoe gaat u dat handhaven? Dat houden we in de gaten en dan ga ik u niet vertellen hoe we dat doen. Burgemeester Van Gijzel, Rogier van Zon in Eindhoven, dank je wel.